Rijkaard voor Ajax. Ajax in een iets behoudender opstelling dan zondag tegen de Go Ahead Eagles. Met dien verstande Peter Boeven speelt voor Scholten op het middenveld. Rijkaard is een bekende aanvallende rol. En het eerste schot is van Boeven en Smits heeft daar knap moeite mee. Hier is Peter Boeven met het ongewone rug nummer 10. Siloy. Ondanks een wissel zondag, toen hij moest boeten voor een fout, kennelijk toch weer in de basis. Brands voor Van Basten. Suffrein. Wildschut. Meijer. Nu Smeet van MVV gekomen is, vervult hij een positie aan de rechterkant. Siloy kijkt naar de bal. Het schot is van Blattler. Een knap schot. De redding van Menzo trouwens ook. Dit is de jonge Pierre Blattler. Spelbos. Rijkaard. De eerste twee minuten waren aardig. Daarna is er een minuut of 10-11 niets gebeurd. Ajax speelt de bal lang rond achterin. Het wachten is op de opening. Op Van Basten. Brands. Ajax gooit. Siloy. Rijkaard. Winter. Nogmaals Winter en Van Basten. Knap meegenomen. Marco Van Basten. Vandaag bekend geworden dat de grenzen in Italië het volgend seizoen open gaan. Hansen. Meijer. Goed Siloy uitgekapt. En dan mist iedereen. Van Schip verdedigt mee. Hoekman. Meijer. Ja, mooie goal. Henny Meijer. Heel knap die bal voorgegeven van Danny Hoekman met effect. Zodat hij over Menzo heen draait. En Meijer die achter zijn man langs binnenkopt. Roda op voorsprong, 17e minuut. Meijer gebruikt goed zijn lichaam daar. Zet met zijn linkerhand blind weg. En dan plotseling Blattler. Oh, wat een kans daar. Die jonge Pierre Blattler had de mogelijkheid naar het goede storende werk van Henny Meijer. Die knap zijn lichaam gebruikte om, om Roda op 2-0 te zetten. Smeets. Suffrein. Ineens. Wilbert Suffrein, de international van Roda. Het voorbereidende werk was van Huub Smeets trouwens. Spelbos. Rijkaard. Rijkaard mag gaan, want Van Basten is achterin blijven hangen. En Vint Wouters, die ineens vrij staat en ook ineens scoort. Een hele merkwaardige positiewisseling bij Ajax. Van Basten die achterin bleef hangen. Rijkaard zijn gang liet gaan. En plotseling was daar Wouters. En Roda lette niet op. Het is weer gelijk. 31e minuut. Ajax begint de tweede helft met John Bosman voor Witsje. Bosman dit seizoen een soort superinvaller. Hij scoorde al 3 keer. Recentelijk afgelopen zondag tegen Go Ahead. En ook in de Europa Cup wedstrijd tegen Bursa in Turkije. Rijkaard. Steeds weer Rijkaard die over de as van het veld opkomt. Brands. Kopcorner. Van Basten zat achter hem. Van Schip. Wouters direct. Bosman ineens. Van Basten. Bosman. Boeven.
Doet erg zijn best, maar kan Muren natuurlijk niet doen vergeten aan die linkerkant. Bosman. Winter. Bosman. En weer die opbouw over heel veel schijven. En het slordig afspelen van Wouters. Smeets en Spelbos. Jans. Wat al te laconiek. Dankzij Rijkaard van Basten. Brandstam met zijn uitschuifbare linkerbeen. Boeven. Winter. Nu Witsje weg is, speelt hij daar aan de linkerkant. Maar hij is niet links en moet er steeds binnendoor. Boeven. Winter. Spelbos. Hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Ajax domineert. Roda massaal terug. Rijkaard, verrassend schot. Heel merkwaardig dat Cruijff Winter aan die linkerkant posteert. Terwijl hij zijn aankoop dik uit Engeland naast zich op de bank houdt. Ga weg, Skip, ga weg, Skip! Wat doe je? Wat doe je? Wouters. Rijkaard maakt het veld breed aan de rechterkant. Van Basten. Probeert iets met Bosman te bedenken of gaat zelf. Verrassend. Smit. Winter was in de buurt. Winter. Boeven. Spelbos. Wouters. Van Basten direct op Wouters gespeeld. Knap. En nu, ja, is het een doelpunt of is het hem niet? Het is hem niet. Het scheelde heel weinig. En het was een hele knappe actie van Jan Wouters. Na een mooi lopende aanval van Ajax. Voor de laatste 20 minuten mag nummer 16 dik aan de linkerkant gaan spelen. Logisch ook, want daar kwam niets vandaan. Winter is eruit gegaan. Van Basten. Bosman ineens aannemen. En iets moois in gedachten. Waarom wisselen is met Frankie? Stoot los. Rijkaard. Wouters. De Jong. Hoekman loopt van de bal af. Bosman. Overtreding Suvrijn. Een klein kwartier nog. Ajax heeft de wedstrijd onder controle. Roda wil niet verliezen en neemt dus geen risico's. Weinig spektakel. Ook dit schot niet van Schip. Nummer 13 is René Trost, een verdediger. Hij vervangt Danny Hoekman. Een logische wissel, want Roda heeft het moeilijk in de slotfase. Bosman. Wouters. Boeven. Dat kan niet goed, die ballen terugleggen. Van Basten. Rijkaard. Schot geblokkeerd door Trost. Die net in de ploeg is dus. Dik. Jans onderschept. Mogelijkheden voor Roda voor een counter. Maar die mogelijkheden duurden slechts een paar seconden. Wouters. Ajax heeft de wedstrijd volledig in de grip. En de vraag is, pakken de Amsterdammers de winst hier nog in Kerkrade? Of zijn ze tevreden met een gelijkspel? Dik. Van Basten. Gaat neer tegen Hansen. Maar Van Swieten stond er heel dicht bovenop. En laat de wedstrijd doorgaan. Bosman wil die bal. Boeven. Siloy.
Rijkaard.